Vandaag is het Halloween. Een feest dat vooral wordt gevierd in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Kinderen gaan langs de deur en krijgen snoep. In Dordrecht zijn er ook optochten. Doet u ook mee aan Halloween? Ik zelf niet, maar de kinderen en kleinkinderen wel. Ik zelf niet, want voor ons was dat vroeger niet zo. Maar de kinderen en kleinkinderen vieren het heel uitbundig. Ja, wij doen een Halloween vanavond. Dan gaan we de deuren rond in de wijk en wij hebben een bingo. Halloween bingo. Ik heb lekkere chocolaatjes gekocht voor mijn kleinkinderen. Halloween chocolaatjes en verder nee, niet. Mochten de kinderen aan de deur komen, dan nou, uiteraard krijgen ze dan wat. Nee, ik doe niet Halloween. Nee, hoezo niet? Ja, geen idee eigenlijk. Nooit gedaan vroeger dus. Nee, ik doe niet aan Halloween. Nee, hoezo niet? Het is geen feest voor mij eigenlijk. Het is gewoon Halloween. Ik ken het wel, maar ik doe er niks aan. Nee, ik zelf vier het niet. Nee, ik heb daar absoluut geen zin in. Ik denk, alles komt van Amerika overwaaien. En, nee, ik heb het nooit gedaan. Ik zou het niet vieren ook. Wat vindt u van het feest zelf? Ja, degene die het doet is hartstikke leuk. Het is eng, het is spannend voor de kinderen. En mijn kinderen zijn groot. Dus ik laat het lekker aan mijn deur voorbij gaan. Maar het feest zelf is heel erg leuk. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen mening over. Nee, ik geloof niet dat dat hier bij ons zo verschrikkelijk leeft, toch? Ja, het is geldtrekkerij. Dus ja, dus voor de rest maakt het me niet zoveel uit. Het is voor de kinderen en het is voor de kinderen leuk dus. Het zegt mij niks. Het zegt mij helemaal niks. Nee. Nou, ik vind het wel leuk dat het gevierd wordt hier in Nederland. Ja, ze doen maar. Ja, als ze dat leuk vinden, moeten ze het doen. Maar voor mij, en ik denk ook voor mijn generatie, nee, wij hebben daar niks mee. Ik vind het leuk. Hartstikke leuk. Ja. Maar ja, bij ons in de flat doen ze dat niet, hè? Ze zijn ook allemaal oudere mensen tegelijk. En daarom, maar ja, als ze aan de deur komen, dan krijgen ze alles. Want dat vind ik zielig. Dank u wel. Toch meedoen, hè?